Tsitsipas, deze man uit Suriname. 78 partijen gewonnen. Vanavond een hele speciale avond voor Tyrone Spong. En let op het publiek. Thuiswedstrijd voor Tyrone Spong, natuurlijk. Want iedereen is op zijn hand en niet op de hand van de Hongaar Attila Karac. Wel klasse dat Attila hier gewoon staat. Hij vindt het zelf ook een grote eer. Dat moet worden gezegd. Maar toch. Fight. Round one. Oh. Ja, dat zijn hele harde acties gelijk voor Tyrone. Levensstoot, rechterhoek erover. Attila Karac heeft natuurlijk een voordeel in lengte en gewicht. Maar is wel één of twee klasses minder dan Tyrone. Hij is 1,95, weegt 100 kilo. En Tyrone 1,88 en 89 kilo slechts. Om dat even te onderstrepen. Ja, maar Tyrone is echt van... Oh! Ja, dat had hij goed gezien hoor, Tyrone. Maar dat deed hij netjes. Geeft toch aan dat hij gevaarlijk is, deze Hongaar. Beheerst in ieder geval de technieken. Hij heeft wel in het verleden tegen veel Nederlanders gestaan hoor. Tegen Balrak onder andere. Venetiaan, Remy Bonjowski. Won overigens van Anthony Hardonk, die nu in de UFC zit. Maar begint niet verkeerd. Het is niet gekomen om hier als kanonnenvlees te dienen, dat is duidelijk. Spong moet dus op zijn hoede blijven. Ja, en zeker. Blijft hij ook. Het lastige wat Spong natuurlijk heeft, is dat hij drie keer van tegenstander is veranderd. Begon met Saki, wel af en toe Karajev. En natuurlijk op dit niveau heb je gewoon een strijdplan, heb je een strategie of train je op bepaalde punten. En dan krijg je ineens weer een andere twee dagen voor de wedstrijd. Maar dat geldt natuurlijk voor allebei, want Karac zal anders ook tegen een andere tegenstander hier hebben gestaan. Zo, die kwam door van Attila de Hun. Op het gezicht van Tyrone Spong. Niet hard, maar kom. Heeft hier al een paar keer gevochten deze Karac. Twee keer, meen ik. Twee keer verloren. Eén keer van Errol Zimmerman. Van Errol Zimmerman en tegen, twee jaar daarvoor tegen Novel Bedashus. Allebei in de eerste ronde, als ik me niet vergis. Maar is dus duidelijk vooruit gegaan. Ik vind het hem eigenlijk erg goed doen, deze Karac. Ja. Doet gevaarlijk mee, scoort zijn punten, komt er een paar keer door met die jab, een paar gevaarlijke hoge trappen. Het publiek wil meer, het publiek wil zien dat Tyrone agressiever gaat vechten. Die beginnen te fluiten. Maar niks zo lastig als het Nederlandse publiek natuurlijk. Het is ook pas de eerste ronde. Daarom. En dan komt er wel wat hoor. Dit is Vader Hari. Die zich voorbereidt op de clash van 2009 in Nederland. Vader Hari tegen Sam Schild. Round 2. Fight. Round 2. Nou, eens kijken wat Tyrone nu gaat doen. Hele mooie knie. Hele mooie knie naar de lever van Tyrone. Prachtig. Goed ingestapt, stapt hij met rechts in en dan met links. Kniet hij vol op de leven. Hij staat soepels op zijn benen hoor, soepeltjes. Nou, ik moet zeggen dat Attila. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben door het niveau van Attila. Is geen cadeautje voor Tyrone. Allerminst. Black. Yes. Fight. Kom je bijna met zijn elleboog door. Niet expres overigens, maar dat zou wel vervelende dingen als dat nu zou gebeuren met weer een scheurtje of zo. Maar gelukkig bleef ons dat bespaard. Ja,
gaat, Tyrone Spong. Je hoort het ook een beetje, voelt het een beetje aan de zaal. Heeft niet zomaar deze man verslagen. Nee. En daar was toch wel een beetje op gerekend. Nou, Tyrone die wat minder doet. Was eigenlijk ook het geval met de partij Japan tegen Saki. Die dus wel zijn wil oplegt aan de tegenstander. Hem de ring ronddrijft. Maar dan even verzuimt om de scores te maken. Maar wat hij doet is wel goed en gevaarlijk hoor. Maar zou wat meer moeten doen. En dat is waarom het publiek natuurlijk fluit. Kijk daar, schitterende rechtshoek. Goeie jab van Karats. Die zijn lengte eigenlijk goed gebruikt. Doet niet meer dan noodzakelijk. Danst, blijft dansen, blijft kijken. Heeft dingen die impact hebben bij Tyrone Spong. En als het nodig is, clincht hij gewoon. Het zou leuk zijn voor Tyrone, want laten we wel vooral chauvinistisch blijven. Als hij eens een keertje door kon komen met iets dat impact zou hebben. Daar. Daar bijvoorbeeld. En nu positieve ondersteuning van de arena voor Tyrone Spong. Ja, ze willen actie zien. Ja. Gaan klappen. En dat vind ik mooier dan fluiten. Tuurlijk. Tyrone die erg loert hoor, dat wel. Daar heeft het publiek wel een beetje een punt. Zou iets meer kunnen doen. Daar, schitterend. Oh. Ja. Ja, dat was... Hier wacht hij dan op. Kijk, die overnames zijn natuurlijk wel echt heel erg goed. Ja, het is wel heel hard wat hij doet. Zo. Maar het is los. Hij zou het meer moeten combineren. Ja. Maar dat zal de volgende ronde worden. Dat denk ik ook. Attila Karas haalt ook de tweede ronde met gemak. Want wie gedacht had dat Attila Karas hier zou worden afgeslacht door Tyrone Spong, heeft het dus bij het verkeerde eind. En het publiek eigenlijk ook. Attila Karas is gewoon een hele goede kickboxer. Kijk even op de hoek van Tyrone. Zegt hij, oké, en nu laat je zien wat je waard bent. Nou, Lucien kennende denk ik dat wel. Ik denk wel dat hij de nodige instructies mee heeft gehad. Lucien Carbine, dat is zijn trainer. Ja. Goede levensstoot daar voor Tyrone. En ik weet zeker, als hij begint, dan gaat het publiek erachter ook. Nu zijn het series. Ja. En dan gaat het publiek meteen op de bank ook, hoor. Want het is een publiekslieveling, Tyrone. Daar kwam hij goed weg, trouwens. Die knie ging al rakelings voorlangs. Hij maakt heel goed gebruik van het reach-voordeel. Houdt hem op afstand, gebruikt die jab. Tyrone weet daar moeilijk mee om te gaan, met die linkse directe van de Hongaar. Af en toe shift hij opzij, komt hij met die rechtse hoek erover. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Opzij... Op poosje niet meer gekikt hoor, Tyrone. Nou, hij moet die... Nu dan! Oh, lekker! Maar hij moet die rechtse ontwijken, met die linker jab ontwijken. Ja. Binnendoor en eroverheen komen met die rechtse hoek. Daar is hij toe in staat hoor, Tyrone. Maar er was een gelijke tijd, er was niks van aan. Maar hij heeft die power in huis om in één keer die wedstrijd te beslissen met een harde rechtshoek. Halve ronde nog. Die overname is perfect, maar heeft niet het gewenste effect. Dit is ook glijden. Goeie stoot naar de levia, raakt uit balans, wil die knie zetten. Dat is de stand bij geluid, nee. Het is wel hard, maar het zijn geen combinaties. Maak twee stoten, moet dan volgen met die benen. Nog 1 minuut tussen Attila Karas en Tyrone Spong. Het publiek wil zo graag dat daar. Tyrone Spong iets laat zien. Daar was hij. De shift die weggekoot hij met die rechts. Daar ligt de opening voor Tyrone. Die linker directe die wordt voorspelbaar van de Hongaar. Daar moet hij wat mee kunnen. Dat prikken van die linker directe. Fight.
Daar, dat is hem. Ja. Oh, wat zou hij het graag nog doen in die laatste halve minuut, jongens. Ja, wat zou hij het nog graag doen? Maar nog ik denk dat hij nog even aanzet, hoor. Tijdens kennende zet hij nog één keer aan. Hij heeft nog 20 seconden. Dan moet hij het nu wel ongeveer gaan doen, weet je. Ja, 10 seconden. Ja, daar gaat hij. Hij probeert het inderdaad, maar Attila Karac is geen kleine Johannes, hoor. Wat denk je ervan? Windsprongen op punten? Ja, dat denk ik wel. Dat is toch ietsje hardere power. En, hij legt er wel zijn wil op in alle drie de rondes. Dus hij was de man die... die toch domineerde in de ring. Ja. Maar het verschil is een stuk minder groot dan verwacht. Ladies and gentlemen, we have a winner of this fight. And the winner is from the red corner, Tyrone Spall. Attila Karac lijkt ermee te kunnen leven met deze keuze. Hij is al lang blij dat hij gewoon heel goed zijn visitekaartje heeft afgegeven in Nederland. Ik draai nu een klein jaartje aan zwaargewicht. Tot nu toe heb ik op één na alle zwaargewichtpartijen weten te winnen. Wereldtitel van het Showtime heb ik ook. Dus ja, gaat wel goed.